Kijk, daar zijn we. Het is 4 uur. En dit, dames en heren, is de aftrap van de allereerste uitzending van Outbreak Live Drive. Zo is het. Wat spannend. Haal de handrem eraf. Ja, dat doet hij automatisch tegenwoordig. Okay, ja. Yes, here we go. Welkom aan boord, dames en heren. Dit is Nick de Boer. Ja. Ik ben Roland Tameling, zoals jullie wellicht weten. En we zijn vandaag aan boord van een BMW X1 S-Drive 16D. Ja. Dus, hele bek vol. Ja, maar wat is het dan? Het is de tweede generatie X1 natuurlijk. Ja. Maar er zijn nogal wat veranderingen, hè, van deze auto ten opzichte van zijn voorganger. Want die vorige X1 was een achterwielaandrijver. Ja. Deze staat op het platform van onder andere de Mini Countryman en de Clubman. En het is een voorwielaandrijver. Plus een andere noviteit is dat hij een 3-cilinder dieseltje heeft. Ja, dus eigenlijk alles wat een BMW 10 jaar geleden niet was, ja, is deze auto nu wel. Precies, ja. Dus misschien meteen wel even goed om continu uit te leggen wat we aan het doen zijn. Hè? Want mocht je vragen hebben over deze BMW X1, stel ze gerust via de Facebook Live app. Want ja, Niek houdt alles in de gaten. En we zijn heel erg benieuwd wat jullie over deze auto willen weten. Stel ze hier en wij beantwoorden ze ter plekke. Ja, en verder zullen we in deze aflevering het autonieuws van deze week bespreken. We hebben een aantal hele toffe dingen om weg te geven, dus daarvoor wil je sowieso wel blijven kijken. En ik moet wel blijven opletten dat het groen is. Het zou mooi zijn als er iemand achter je begon te toeteren, ja, terwijl je live bent. Dat is pas echt live. Ja. Kijk, mooi avond, zonnetje. Ja. Dat is toch wel de moeite. Maar wat vind jij nou van het feit dat BMW zo van zijn klassieke idealen afstapt? Ja, nou ja, dat is iets wat wel meer merken de laatste tijd doen. Hè? En BMW doet het wel erg radicaal. Nou ja, al die merkwaarden van alle modellen die erbij komen. Ja. Maar Volvo die SUV's gaat doen, hè? Dat is XC90 al een tijd geleden. Mm-hmm. Ja, dat was toch in het verleden ook niet denkbaar. Allerlei merken die bezworen hebben om nooit met een dieselmotor te komen, die het allemaal toch wel hebben gedaan. Ja, maar toch, ik snap het zeker in het geval van BMW wel. Want ik hoorde van de week toevallig, moet je 2 keer raden wat de best verkochte MPV is van Nederland. Nou, de 2-serie, als je het zo... Precies, ik gooi hem nogal open op natuurlijk. Maar dat is de best verkochte auto in zijn segment. Ja. En volkomen terecht, want het is een heerlijke auto. Nou ja, precies. En het feit natuurlijk dat zij geen achterwielaandrijving meer hebben, bij deze X1 ook, zorgt ervoor dat er niet zo'n enorme middentunnel met een kardanas door de auto heen loopt. Ja. En dat zorgt ervoor dat deze auto veel en veel ruimer is dan zijn voorganger. Ja, maar ken je dat beroemde onderzoek dat eigenaren van een BMW 1-serie, toen het ding 5 jaar op de markt was of zo, 80% wist niet dat hij achterwielaandrijving had. Nee, natuurlijk niet. Ik denk ook dat zou je dan moeilijk doen? Ik denk dat 9 van de 10 mensen het ook inderdaad niet voelt. En nou ja, wij zijn er een beetje meer in getraind natuurlijk op het moment dat je zo'n auto in een bocht gooit en midden in de bocht op je gas gaat. Dan voel je absoluut wel dat het een achterwielaandrijver was, die eerste X1. Zeker ook met die hoge opbouw, dat zit toch best wel wat beweging in die koets. En dat ontbreekt bij deze volledig. Ik vind trouwens... Ja, heb ik een vraag? Ja, ik heb vragen. Oh, Onno Schaap vraagt, hoe kun je reageren voor vragen? Nou, Onno, dat heb je net gedaan. Ja, precies hoe je het nu doet. Ja, iemand een relevante vraag, voelt het nog als een echte BMW? Ja, dat vind ik altijd een beetje lastig om uit te leggen wat voelt als een echte BMW. Kijk, in eerste instantie ben je geneigd om te zeggen, ja, een echte BMW is een M3, laag, sportief, heel direct. Ja. Dat is dit natuurlijk niet. Maar als je het gaat vergelijken met andere kandidaten in de markt, zoals een... nou ja, noem eens wat. Een Tiguan. Wat is de meerwaarde? Ja, ja. Nou, zeker. Dan merk je dat alles net even wat steviger aanvoelt, wat directer is. Kijk, om de Tiguan te nemen als voorbeeld. Dat is een hele comfortabele, maar ook een beetje afstandelijke auto. Ja. En dit is een auto waarbij je bij de eerste bocht al meteen voelt, wow, daar zit een lekkere mate van tegendruk in de besturing. Hij is stevig, het schakelt stevig, het gaspedaal staat mooi. We hebben het over de BMW X1 nog steeds. Vraagt inderdaad. Ook iemand. Die is later ingeschakeld. Ja, en dat vond ik ook leuk aan de BMW i3, die ook in helemaal niets lijkt op wat je verwacht van een BMW. Wel, maar hij stuurt wel als een BMW. Hij rijdt wel als een BMW. Dus dat DNA, echt waar, het zit er nog steeds in. Ja, maar inderdaad, ga je echt trappen met deze auto, misschien kunnen we dat straks wel eventjes doen, dan merk je echt wel dat het geen achterwielaandrijver is. En in die zin is het zeker geen klassieke BMW. Nee, dat kun je gerust zeggen. De auto gedraagt zich anders, hij reageert anders op het gaspedaal, hij voelt ook anders. Daar gaat trouwens een oude X1. X1, ik weet niet of je die kan zien.
denk het niet. Komt daar langs? Nee, dat gaat denk ik niet lukken. Maar goed. Ja, hoe zit jij erin als lange grote man, vraagt hier ook iemand. En jij zocht net naar die uitschuifdingetjes, hè? Precies. Ja. Ja, ik ging er net in zitten en ik heb al geprobeerd om hem wat lager te zetten. Dat gaat dus niet. Nee. Heel veel hoofdruimte, dat sowieso. Maar ik zit, de zittingen zijn nogal kort van de stoelen. En ja. Ja, nou heb ik natuurlijk vrij riante benen, zal ik maar zeggen. Maar ik zit er net niet zo goed in als dat je bijvoorbeeld in een exemplaar zit met wat duurdere stoelen. Waar dan wel de zitting uitschuifbaar is. Ik vind sowieso dat autofabrikanten stoelen serieus onderschatten. En dat eigenlijk gewoon standaard zou moeten zijn. Ja. Want kijk, iemand als Marco Gorter of Roy Kleinweg, die zijn wat van gemiddelder postuur. Jij bent ook alweer anders, want jij hebt veel smallere benen dan ik. Dus jij zit ook alweer anders in deze auto. Dus ik vind het heel raar dat autofabrikanten zo'n gemiddelde nemen. Ja. Franse auto's met korte zittingen, Japanse auto's zit ik ook niet lekker in. Bijna dat zonder uitzondering slecht in. Ja, ja inderdaad. Is, eigenlijk doen alleen de Duitsers voor echt grote mensen, doen ze het goed. Ja. En Zweden, volgende Saabstoelen zijn wel de beste die er zijn. Ik had wel wat lager willen zitten met andere woorden. Ja. Jemig te komen, echt. Er zijn heel veel vragen. Overigens heb ik ook even een vraagje over het geluid en het beeld. Zijn jullie tevreden? Het is voor ons ook de eerste keer natuurlijk. Ja. Komen we door. Ja, hallo. Nee, je moet je openingszin nog even zeggen trouwens. Wat is mijn openingszin? Oh, hallo fans. Juist, precies. Hallo fans, we zijn in de lucht. Lekker. Maar laten we even verder gaan, want we zouden het ook over het autonieuws hebben. Ja. En jij wilde het hebben over een beurs in Las Vegas. Ja, deze week was het autonieuws natuurlijk te vatten in drie letters. CES, de Consumer Electronics Show in Las Vegas. Ik heb daar weinig auto aan kunnen ontdekken trouwens. Ging meer om gadgets. Het grappige is dat je dus elk jaar steeds meer auto eraan ontdekt. Want het is... Oh, komt een rotonde. Gaan we even kijken. De X1 even het bochtje ingooien. Er zit een Land Rover Discovery net iets voor ons. Ja, nog steeds trouwens. Dat doen we straks nog een keer beter. je ziet steeds meer auto's bij de CES. En het nieuws van deze week was natuurlijk die Faraday Future FF91. Ja, in 2,4 seconden van 0 naar 100. Ja, ja, ja. Nou, je vraagt je af wie erop zit te wachten. Ja, en wat ik begrepen heb, er zitten natuurlijk hele grote Chinese investeerders achter. En ze hebben in de eerste 36 uur, zag ik een tweet voorbij komen, al 65.000 reserveringen voor die auto gehad. Dus 65.000 mensen dus zitten dat erop zijn, te wachten. Dat, ja, dat, ja, en het is natuurlijk wel weer een auto die, als we dan toch een beetje lichaamsdelen gaan vergelijken, zal ik maar zeggen. Waarmee je kunt zeggen, mijn elektrische auto heeft 1084 pk. Ja. Goedemorgen. Rijdt dus sneller dan de dikste Tesla's van 0 naar 100. Sneller dan ook een Bentley Bentayga en een Ferrari 488 GTB hadden ze laten zien. Ja. Maar hoeveel bloedkolen uit Colombia moet ik daarvoor opstoken? Want het idee was toch dat we elektrisch gingen rijden omdat we een beetje zuinig op het milieu willen zijn. Ja, maar ik denk dat dit meer is natuurlijk om Faraday Future op de kaart te zetten. Ja, iedereen heeft het er nu over. Het is een verplassen. Precies. Ja. En daarna gaan ze natuurlijk, want ze hebben een scalable architectuur ook. Dus er komen kleinere auto's. Er zal een versie komen met minder vermogen. Ja. En in die zin is het natuurlijk even een stempel drukken op de autowereld. En daarna laten zien dat ze een serieuze speler zijn. Ja, want nieuwe technologie begint altijd in het allerhoogste segment. En sijpelt er door naar de consumentenauto's. Juist. Juist, zo is dat. Dat heb ik mooi gezegd, hè? Ja, ik ben er bijna stil van. Nee, maar in die zin is de CES een beurs die wij als automannetjes ook steeds serieuzer moeten gaan nemen. Want BMW kwam met nieuws, Toyota, Honda, Hyundai, al die merken die nemen het ook steeds serieuzer. Ja. En er valt ook best wel iets over te melden natuurlijk. Ja. Is er nog nieuws? Zijn er nog vragen? Geen dingen over CES zie ik nog. Ik ben wel benieuwd wat de kijkers vinden van die Faraday Future. Ja, nou, dat kom maar door. Willen jullie dit vaker doen? Vraagt Lars Endhoven. Nou, elke week, Lars. Nou, ik zit er niet echt op te wachten. Elke week vrijdagmiddag, 1600 uur, dus 4 uur 's middags, gaan wij live driven. Elke week een wisselend presentatieduo. Elke week ook een andere auto. Dat is wel even goed om erbij te zeggen, zodat het iedere week een verrassing is. Dus ja, dit gaan wij zeker omarmen, mits jullie het leuk vinden. Ja. Ik heb trouwens nog even een update over mijn eerste bevindingen van de BMW X1. Ik vind de aandrijflijn, een 115 pk driecilinder diesel, aan de brommerige kant voor deze auto. Er zit een handgeschakelde zesbak aan en ik merk dat ik heel erg de neiging heb om veel te schakelen, omdat hij in een te hoge versnelling vrij snel gaat trillen en een beetje brommen. Dus. Kortom, gewogen en te licht bevonden. En daarom gaan we meteen door naar de
vraag van Marijn van Vlasselaar. Hallo. Oh, dat is een bekende. Vinden jullie dat er een X1M moet komen, net als Mercedes een GLA 45 AMG heeft? Daar heb jij ongetwijfeld succes. Precies, ja. Die zie je op elke straathoek. Ja. Daar heb jij ongetwijfeld een hele gefundeerde mening over, niet? Ja, ik zou het leuk vinden als ze ermee komen, omdat het raar is. Maar ik zou niet weten wat het toevoegt. Nee. Het doet me weer denken aan die Opel Zafira OPC van een tijd terug, weet je wel? Ook zo'n busje met 240 pk. Ja, of zo, leuk dat het bestaat, maar waar is het goed voor? Daarom. Ja. Mensen die in zo'n segment een auto kiezen, die gaan toch wel een stapje hoger, denk ik. Die kiezen voor een 3 of een 5, denk ik. Maar, aan de andere kant, ik denk dat wij allebei wel van dat hout gesneden zijn. Dat wij houden van diversiteit en rariteiten. En in die zin vind ik het wel tof als ze het zouden doen. Ik vraag me wel af hoe goed zo'n ding echt als een M zou rijden, weet je wel? Ik bedoel, het is een hoge auto en je ziet dan BMW die zaken oplossen door zulke sloffen onder hun auto's te leggen, zodat ze de bocht nog doorgaan. Ja. Maar kijk, dan komt er een bochtje aan. Ja. Beetje brommerig bij wegrijden ook, maar hoepsakee. Hop, stuur hem in. Nou, het is nog geen code oranje gelukkig, anders hadden we nou in de sloot gelegen. Ja. Ik heb hier een beetje met het risico dat we nu van de hak op de tak gaan, maar hier een interessante bewering over Tesla Roadster. Mm-hmm. Lucas Smit zegt, ik vind het riskant hoe Faraday Future op de markt wordt gezet. Kan niet goed gaan om meteen met een volumemodel te komen. Kijk maar hoe Tesla dat heeft gedaan met de Roadster. Dus hij zegt van ja, ze beginnen meteen met een volumemodel, terwijl ze beter klein hadden kunnen beginnen. Ja, maar in hoeverre is een enorm dure luxe limousine met echte topsegment, richten ze in, is dat een mainstream auto? Ja, want van Tesla heb je in Nederland natuurlijk ook een heel vertekend beeld. Omdat iedereen door de lage bijtelling hier zo'n auto kan bekostigen. Ja. Terwijl zodra je over de grens komt, zie je er meteen geen eentje meer. Nee. En je hebt echt ook meteen zo'n supercar aura. Mm-hmm. Het heeft ook heel erg te maken met ondersteuning inderdaad, ja. Ja. Maar dat is een terecht punt. Ik ben benieuwd wat het gaat doen. Ja. Vinden jullie dat Volvo de verkeerde kant op gaat om de vijfcilinder niet meer te maken? Ja, dat was natuurlijk. Zo'n mooi geluid. Ja, natuurlijk. Maar ja, weet je, dan beginnen we wel een beetje oude lullen te worden. Hè? Nee, als we telkens maar terug blijven kijken. Nee, maar dat ben ik met je eens. Ja. Maar ik vind wel, het is een van de signalen dat emotie aan het verdwijnen is uit autoland. Ja. Het worden, nou, wat jij vanmiddag ook al zei over de CES, dat auto's een beetje witgoed aan het worden zijn. Ja. En ja, als straks alle auto's 3-cilinders en 4-cilinders hebben, dan is het toch anders. Kijk, mijn moeder rijdt bijvoorbeeld een V50, 2.4, met een 5-cilinder. En dat is een heel loom blok, helemaal niet zo prettig als de huidige 4-cilinder turbomotoren. Maar alleen al het karakter van onderuit en dan dat geluid dat erbij komt, maakt die auto wat mij betreft al specialer dan andere opties op de markt. En dat verdwijnt wel. Ja, het wordt auto's, er valt steeds minder, er is steeds minder waarmee je kan onderscheiden als fabrikant. Ja. Iedereen heeft een 4-cilinder of een 3-cilinder turbo. Zullen we rechts of links? We gaan links. Daar ben ik nog nooit geweest. Oh, wat goed. De modellen beginnen wat mij betreft ook steeds meer op elkaar te lijken. Ja. He, ik bedoel, een merk als Jaguar, wat vroeger toch wel een beetje boven de massa uitsteeg. Ja, als je nu een XF ziet, dat had net zo goed een Audi kunnen zijn. Of een, vind ik wel. Okay. Ja, toch wel een hele dikke auto om te zien hoor. Ja, maar het hangt ook van aan kleding af natuurlijk. Hè? Maar ja, is zo. Maar om op je vraag terug te komen. Het is jammer dat de merkspecifieke kenmerken, zoals de 5-cilinders bij Volvo, steeds meer verdwijnen. Ja, vind ik wel. Ja. Frits Schankema wil weten, heb je je Volvo verkocht of heb je hem nog? En het gaat er niet over de V50 van je moeder. Nee, die staat wel te koop overigens, maar goed. Ja, even pluggen. Ja. Ja, opa is verdwenen helaas. Hij is naar een nieuwe eigenaar gegaan op Schouwen-Duiveland. Ja, ja. Okay. En die man die kwam aan in een, ik heb voor de duidelijkheid een Volvo Amazon combi gehad. En die eigenaar, de nieuwe eigenaar, kwam in zijn Volvo Amazon Coupé de auto ophalen. Dus het is een echte liefhebber. Hij gaat hem langzaam maar zeker weer mooi maken. Dus ik heb gemengde gevoelens. Jammer dat hij weg is. Maar heel goed dat hij naar een liefhebber is gegaan. Ja. Kijk, dat is toch het beste. Ja. Ik, als je je klassieker verkoopt inderdaad, dan moet hij echt naar een liefhebber gaan. Ja, en dan kan ik tenminste met dat geld eens een keer fatsoenlijke gordijnen voor mijn nieuwe huis kopen. Dat is ook niet onbelangrijk. Nee. Zullen we ondertussen even een weggeefactietje doen? Oh ja, we hebben een auto vol cadeautjes. Ik doe mijn telefoon even weg. Oh ja. Leg hem op je schoot. Op mijn schoot. Waar wil je mee beginnen? Zullen we met het grote beginnen? Ja.
Ja, ja, want dat wordt ook een onderdeel van Autoweek Live Drive. Dat zijn dingen die wij weg gaan geven. We verzamelen natuurlijk op persreizen cadeautjes of snuisterijen die gaaf zijn. En dit is er eentje die ik graag aan jullie of aan een van jullie wil cadeau geven. Geweest. Ja, ik heb zelf natuurlijk even gekeken. Dit is namelijk een fantastisch mooi boek van Renault. Kijk. Een cadeautje. Laat het maar op. Ja. Ja. Of de tegenwoordige tijd. Oh man, daar moet je wel je zonnebril bij op. Ja, ik denk misschien even kijken, laten zien wat er allemaal in staat. Maar het is een boek dat hoofdontwerper Laurens van den Akker samen met grafisch kunstenaar Irma Boom heeft gemaakt. Ja. En het is heel tof, want je ziet daar langzaam maar zeker alle producten van Renault en de filosofie van Renault erachter. Zie je uitgelegd worden. Dat is de conceptcar. Ik weet, moet ik voor de gein eens even kijken of ze het op die manier kunnen zien. Of het desnoods wat dichterbij er houden. Of dat, het is in ieder geval... Dan moet ik multitasken. Laat ik even op mijn telefoon kijken of mensen het kunnen zien. Ja, zal ik even uitleggen hoe ik aan deze gekomen ben. Aan de vooravond van de Autosalon van Parijs dit jaar werden we uitgenodigd door Renault voor een mediadiner. En daar werd dit boek tentoongesteld, ja. Of onthuld. Het is niet te koop in de winkels, dus het is echt een gelimiteerde oplage. Maar deze stel ik graag ter beschikking aan een van de grootste Renault-fans die Autoweek volgen. Dus ik wil jullie uitnodigen. Zet in de comments even de reden waarom jij tot de grootste auto, de grootste Renault-fans onder onze volgers behoort. Kom met een goed argument, dan ga ik na de uitzending even de comments doorkijken. Achterin. Ja. Precies. En dan zal ik zorgen dat we contact met je opnemen en dan krijg je dit prachtige boek thuisgestuurd. Te veel weerkaatsing. En straks hebben we nog meer. Hebben we nog meer cadeautjes. Heel veel reflectie, ja. Ja, maar dat is ook onderdeel van Live Drive, dat we reflectie doen. Ja, precies. Week, ja. Nee, flauw. Oké. Even kijken. Hoe zeker is dat Autoweek Live doorgaat dit jaar? Nou, dat is een hele goede vraag. Dat is een goede vraag. Ja, zeker. Dat weten we komende week. Komende week, want we zijn natuurlijk heel erg plannen aan het maken. Of eigenlijk staat de basis heel stevig. Maar wij kunnen niets zonder de branche. Kijk, we kunnen natuurlijk wel een evenement neerzetten, wat ook de moeite waard is. Maar als de automerken en importeurs niet meedoen met Autoweek Live, dan kan Autoweek Live niet zo groot worden als we zouden willen. Ja. Dat is gewoon een heel realistische constatering. Dus komende week horen we van de merken of ze mee gaan doen of niet. En wat ons betreft, er staan wel heel veel signalen op groen, hoor, moet ik zeggen. Ja. Daar hoor je komende week absoluut meer over. Ja, en wat ik nou leuk vind van Autoweek Live is dat, wanneer hadden we nou de vorige, was het 2014? Ja. En dat mensen het er nog steeds over hebben. Ja, absoluut. Ja, maar het was toch ook te gek. Ik vind het, we gaan even de snelweg op hier zo, ja. Op naar de A44. Gaan we even lekker een bochtje aanremmen. Ja. Maar ik ga... Kijk, dat is BMW, jongens. En dan... Ja. Onderuit. Hij doet zijn best. Laten we daarop houden. Ja. Het is geen strepentrekker. Ja. Even kijken. Er zijn allemaal mensen die willen weten, laten weten waarom ze het boek moeten winnen. Heel goed. Overtuig me, jongens. Kom met een goede reden waarom jij een grote Renault-fan bent. En dan zal ik terugkomen. Ik heb hier een vraag van Jens Boer. Het is een uitgebreide vraag, ik zal hem even voorlezen. Er komen steeds meer elektrische auto's op de markt. Allemaal erg leuk om zuiniger en goedkoper te rijden. Maar het is niet zo dat autorijden onder de streep niet goedkoper wordt. Omdat belastingen en energiekosten meebewegen met het gros van de autorijders. Mm-hmm. Dus als straks iedereen elektrisch rijdt, zullen ook de belastingen en kosten van energie omhoog gaan. De industrie moet toch ook betaald worden. Verontrust ik jullie? Volgens mij wat hij weten wil, is als iedereen straks elektrisch rijdt, gaat de prijs van elektriciteit omhoog. Ja. Daar, dat vind ik te betwijfelen, want elektriciteit wordt steeds groener en gemakkelijker. Zonnepanelen, hè? Zonnepanelen. Misschien uit de getijden van de zee. Ja. En als er meer energie wordt gevraagd, dan zal dat denk ik wel een grote vlucht nemen. Nou, ik heb daar laatst ook over gesproken met experts tijdens de introductie van de Renault Zoe. En want ik heb eigenlijk exact dezelfde vraag gesteld. Van jongens, hoe gaan we dat betalen met z'n allen? En een van de beredeneringen is dat
op het moment dat steeds meer mensen elektrisch gaan rijden, dat er steeds meer daken worden voorzien van zonnepanelen. En die zonnepanelen die leveren natuurlijk energie, ook weer terug aan het net. En dat, die systemen worden steeds slimmer, die panelen worden steeds efficiënter. En op die manier hopen ze natuurlijk dat je, ja, zeg maar, from well to wheel, oftewel van de bron naar de aandrijving van je wielen, dat steeds energie- en kostenneutraler wordt. Dus dat is een beetje de gedachte erachter. Ja, ja, dat vermoed ik ook. Ja. Ik denk niet dat elektriciteit veel duurder zal worden als iedereen op elektra rijdt. Waar ik wel nieuwsgierig naar ben, is hoe de overheid de brandstofaccijns gaat compenseren die ze mislopen. Ja, absoluut. Het zal wel wegenbelasting zijn of kilometerbeprijzingen. Dat is wel weer een manier om dat op te vangen. Dus ja. Vandaar dat steeds meer partijen het volgens mij ook als reële optie zien. Ja. Oké, als ik jullie zo hoor, vraagt iemand, was het beter geweest om een paar duizend euro aan opties, niet aan opties uit te geven, maar wel aan een iets dikkere motor? Ja. Nou. Weet je wat deze kost, die X1? Ja, ja, ja. Instap dieselmotor. We hebben de spec sheet. Ja. We hebben de spec sheet. Doe eens een gokje in de comments. Ja. Je weet echt niet wat je leest. Ik weet niet of het zo snel gaat, hoor. Ja, wat kost deze auto zoals we hem nu rijden? Dat is een beetje moeilijk in te schatten natuurlijk, als je alleen maar ons ziet zitten. Maar, Nou, dus kun je wat opties oplezen, wat er allemaal op en aan zit. Even kijken, ja. De vanafprijs is? We hebben de Centennial High Executive pakket. 2.995. Deze vind ik ook mooi. Trekhaak met afneembare kogel. Slechts €854. Ja. Elektrisch te openen en te sluiten. Achterklep. €523. Glazen panoramadak. Die zie je wel. Mooi. €1.335. Ja. En zo kunnen we nog wel even door. Vanafprijs is rond de 40, geloof ik, van deze auto. Oh, dus, hier beginnen mensen te gokken. Ja. Iemand zegt, gaat voor €35.000. En de volgende gaat voor €60.000. Oh. Iemand voor €45.000. Iemand voor €57.000. Nou, John Abruzzi die gaat door van de magnetron over. Want het is inderdaad €56.281 en 11 cents. Amen. Terwijl netto catalogusprijs is €28.969. Ja, maar dat is echt kaal. Het is alles eraf. Ja, ja. Ja, jongens. Dan heb je maar een X1. Hè? Kan je persdemootjes zijn doorgaans best volgehangen met accessoires. Precies. Oké, komt een drempeltje aan. Wat vind jij van het demp- en veergedrag van deze X1? Ik heb er geen moeite mee. Ik ook niet. Nee. Doet die fan. Doet die prima. Ja. Ja. Zijn er nog zaken die wij voor de rest willen behandelen? Want we zijn nu 22 minuten bezig. Ik denk dat het verstandig is om zo langzaam maar zeker een beetje af te gaan ronden. Tenzij er nog vragen zijn. Ja, dus ik kom niet echt... Geen relevante dingen tussen. Niels de Roo, wat voor een soort opleiding moet je doen om bij Autoweek te kunnen komen werken? Dus bij NASA een hele speciale opleiding voor. Ja, dat klopt. Die hebben we alle twee met goed gevolg afgerond. Ja, ongelooflijk maar waar. Ja. Journalistiek. Oh kijk, hier Marcel Brandt kost bij de aanschaf wel wat, maar mijn 18 jaar oude draaier rijdt nu nog kraakvrij en strak. Nou, die van mij ook. Kijk. Maar die is 15 wordt hij dit jaar. Maar om die opleiding vragen af te ronden, ik heb journalistiek gedaan en zo zijn er veel collega's die dat hebben afgerond. Ja. Cornelis heeft HTS autotechniek. Ja. Ja. En Frank heeft op de IVA gezeten. Dat klopt, ja. Daar hebben ze nog steeds over daar. Er zijn, ik durf wel te zeggen dat er, ik durf wel te zeggen dat er heel veel manieren zijn om in dit vak aan de slag te kunnen. Het belangrijkste is passie en doorzettingsvermogen. Ja. Dus dat. Ja, zo is het. Ja, inderdaad. Ja. Ik heb nog iets leuks voor je, Nick. En voor jullie. Ja. Oh, een hele gemene drempel. Cadeautjes. Oeh. Ja. Ik doe mijn telefoon weer even weg. Ik ga weer multitasken, mensen. Ja. Dus let niet op mij. Kijk. Niet te veel. Die glimmen niet, hè. Wat zijn het? Het zijn kaartjes voor Interclassics in Maastricht. Hoppa, een van de tofste klassieke beurzen van het land. Ja, van het land. Ik heb al gezien, het is op 12, 13, 14 en 15 januari. Maar deze zijn alleen geldig op vrijdag, zaterdag en zondag. Het voor het weekend dus, ja. Ja. Nou, daar kunnen de meeste mensen wel, denk ik. Ja. En we hebben er een heel zootje, hè. Vijf keer twee kaarten kunnen we weggeven. Ja, ja. Want we laten je natuurlijk niet alleen gaan. Je mag ook je buurman, vriend of verre neef of misschien wel je vrouw meenemen. Vrijkaarten dus voor Interclassics. Niet dit weekend, maar volgend weekend. Heb je zin om er naartoe te gaan? Gooi het in de comments. Dan komen wij bij 5 gelukkigen in de direct message op Facebook. Precies. Wow. En ik kan vast onthullen dat ik er 2 achterover heb gedrukt. En dat ik maandag op mijn Facebook
ook twee weggeven. Oh, oké, dus buiten deze nog? Ja, en ik heb een hele intelligente vraag bedacht. Oh. Die je moet beantwoorden. Wil je hem al weggeven of wil je dat geheim houden? Nee, zeker niet. Oké, anders kunnen mensen gaan googlen. Ja, ja. Nou ja, maar dat is dus ook een onderdeel van Autoweek Live Drive. Elke week proberen we toffe dingen weg te geven. Dat zal vast niet elke week lukken natuurlijk. Maar dit zijn wel hele, hele gave kaarten. Vrije kaarten voor Interclassics. En natuurlijk dat Renault-boek. Ga je nog naar Interclassics? Nou, ik zit een beetje vol de komende weekenden. Want ik ga over... Kijk eens wat een kleurtje. Ja, dat gaaf. Zie je dus niet. Nee, dat is jammer. Dat is van balen. Een hele mooie 7-serie. Ja. En dan zijn er van die mensen die weten, kennen de kleur van die 7-serie dan uit hun hoofd. Ja, een soort felblauwe 7-serie. Ja. Dus zijn er, we hebben nog, nou, het is, zullen we nog 5 minuutjes doen? Even kijken, we zijn een kwartier af. Oh, ja, ja, we zijn 25 minuten bezig. Ja, we doen nog 5 minuutjes aan, want mensen time houden flies. Niet op met reageren. Oké, okay. Nou, nog een paar vragen dan. Naar de 6e versnelling. Ja, naar welke auto's kijken jullie het meest uit dit jaar? Ja. Oh, kijk, iemand had een smurfblauwe 7-serie gezien. Ja. Oh, wel. Dus hij is wel gezien, ja. Mag ik 1 ding zeggen? Ja? Ik heb 1 goed voornemen op autogebied. En ik wil graag dit jaar, in 2017, een Ferrari rijden. Oh ja? Jij hebt dat afgelopen jaar gedaan. Ja, 2 keer. Ik heb nog nooit een Ferrari gereden. Okay. En ik wil heel graag een keertje een mooie trip maken of een mooie reportage maken met de GTC Quattro Lusso. Ja. Zeg maar de nieuwe FF. Dat ding vind ik geniaal. Dus dat staat wel een beetje op mijn lijstje. Is dat met V8 of V12? Dat is met een... nou zet je me even tegen het blok heen. Ja, met een V12. Ja, V12 uiteraard. Het is gewoon de Scaglietti opvolger. Dus dat is, ik zou ook heel graag nog een keer een Ferrari met een V12 in de neus willen rijden. Ja? Ja. Ja. Even kijken. Oh ja, mensen hebben het over de Barrelbrigade. Wanneer komt dat weer? Ja, dat is een goede vraag. Dat weten we ook niet. Nee, dat was een... we merken dat we... Dat is zo'n groot project geweest. Dat heb je ook gezien de afgelopen jaren. Het afgelopen jaar. Dat het heel lastig is om veel van die dingen snel en efficiënt te maken, zeg maar. Het kost ons heel veel tijd, maar ook wij zijn groot fan. Verhaal, 3 redacteuren heb je nodig, dus dat vindt de baas niet zo goed. Nee, we zijn wel een beetje aan het sleutelen om in ieder geval op dezelfde manier wel met iets tofs op occasiongebied door te gaan. Ja. Maar hoe dat precies gaat zijn, dat weten we nog niet. Ja. Zien we Nick en Roland volgende week weer? Nee, want dan is er een andere... Godzijdank niet, hè? Dat zou ik wel heel zielig voor jullie vinden. Ja. Nee, volgende week, dus iedere week eigenlijk een wisselende redacteurensamenstelling. Dus Frank Jacobs komt voorbij, Steven Vermeulen, Roy Kleijweg, Marco Gorter, maar ook Jan Lemkes en Lars Krijgsman van onze nieuwsdesk. Die komen allemaal voorbij. En wat ik ook wel heel tof vind, we gaan op termijn ook prominenten uit de autowereld uitnodigen om mee te rijden tijdens Live Drive. In Ioniq. Ja, in Ioniq Electric, met een lichte neus. Ja, die hebben wij ook. Even kijken, vanuit thuis wordt gevraagd wat ik op mijn pizza wil vanavond. Ben jij een pizzaman? Ik vind het lekker, ja. Okay. Ja. Komt er nog iets vergelijkbaar van pinda naar panda? Oh, graag. Ja. Tof, man. Ik vind het wel, ze hebben echt leuke video's gemaakt, die twee. De mensen die panda hebben gewonnen van pinda naar panda, die zijn dus onderweg geweest naar de Mongol Rally. Zie je nu elke zaterdag op de site. Ja, dat doet me deugd. Ik vond het onwijs gaaf om te maken, dus wie weet. Ja, zo is het. Nou ja, verder, we zijn wel een beetje door de vragen heen, denk ik. Dus, ik ben nog even benieuwd, wat vonden jullie van de eerste uitzending van Outweek Live Drive, jongens? We zijn nu een half uur live geweest. Ja, en smeer ons geen stroop om de mond, je mag gewoon eerlijk zijn. Zeker, want we staan echt open voor feedback en goede tips en trucs. Ik bedoel, het is voor ons ook nieuw en we gaan alsmaar de komende weken proberen dit te laten uitgroeien tot een wekelijks hoogtepuntje voor ons en voor jullie. Ik vond de eerste keer in ieder geval heel tof om te doen. Ja. Gaan we nog even gas geven? Dat had je beloofd, vraagt iemand. Oh. Terwijl wij aanmeren voor het rode licht. Daar heb je wel een punt, hè? Ja. Ja, dat gaan we nog wel even doen. Dan rekken we het nog even een paar minuten. Ja, ga je gas geven? Maar dan moeten we wel zorgen dat er geen stilte gaat. 0 tot 100, vraagt hier iemand. 0 tot 100. Weet je wat hij doet? Volgens mij 11.1 of zo. Ik heb het staat op de specsheet. Oh, wacht. Hij heeft een topsnelheid van 190. Heeft hij ook een topsnelheid? Hij heeft 190 haalt hij en hij doet 11.1 van 0 naar 100. Nou, er staan geen... Oh, hier zo ben je. Jazeker. Ja, 190 top, 11,1 seconden van 0 naar 100. En 1 op 25,6 gemiddeld. Dat haalt hij niet. Nee. Ik vind het een lekkere auto, maar hij is... Geef even gas, kom Ik zit er net niet lekker in, jongens. Hartstikke. Oh ja.
Nou, ik ga straks hebben we een paar bochtjes en dan kan ik wel wat harder. Okay. Dat is een goeie. Oh, de lane departure warning. Nou, mensen die, die vinden het leuk. Is het nog terug te kijken als ik het heb gemist? Kijk eens, hele wijze vraag. Ja. Zeker, wij halen zo dadelijk... vooraan bij het rode licht. Ja. Nou, we gaan even launch controlen, ja. Nee, we halen na afloop deze opname. Die zetten we zeker bij onszelf. Oh. Is dat alles? Oh, wacht. Komt die. Schakel. Ah, daar zit alles onderin, hè, bij zo'n dieseltje. Nou, ja. 115 per kaartjes, jongens, daar moet je het niet van hebben. Wat nou, gaan we sportief de bocht om. 270 newtonmeter, geloof ik. Ja. Oeh. Dat, we waren bijna punten, Roland. Ja, mooi, hè? Ja. Waar hadden we het over? We hadden het over, gaan we het, terugkijken? Oh, terugkijken, ja, ja. Zeker. We gaan nu... Zodra we klaar zijn, zetten we de video, gaan we verwerken in ons systeem. En dan zetten we hem online op autoweek.nl om terug te kijken. En natuurlijk ook op ons YouTube-kanaal. Dus op die manier maken wij Autoweek Live Drive als nieuw onderdeel van Autoweek. Ik ben er blij mee. Ja, ja. Zo is het. We gaan afsluiten. Ja, moeten we nog iets moois zeggen? Ik vond het leuk om te doen. Ja? Ik was best nerveus van tevoren, het is... ja, het ging wel goed, geloof ik. Goed zo, jongen. Ja. Ik vond het een... fijn om het met jou de eerste keer te doen, Nicolas. Ja. En vooruit, we nemen je nog eventjes mee over een bochtig parcoursje. En daarna sluiten we deze eerste uitzending van Autoweek Live Drive af. Ontzettend bedankt voor het kijken. Stem volgende week uiteraard weer om 4 uur af op Facebook en op de homepage. Want daar komt aflevering nummer 2 online. We weten nog niet welke redacteuren dat gaan presenteren. En we weten ook nog niet in welke auto. Want het moet natuurlijk wel een beetje verrassend blijven. Ja. We zijn wel van de improvisatie, dus... Ja, behalve als we stilstaan voor een verkeerslicht. Ja. Oh, iemand heeft onze locatie ontdekt. Langs station Hoofddorp richting Autoweek. Dat klopt. Er wordt ook geklaksoneerd. Ja. Hallo, nou, fans. Dat is volgens mij omdat er iemand gestegen werd. Goed, een paar bochtjes en dan zit het erop. Ja. Kijk, dit is mooi aan de BMW. Hè. Je stuurt in en hij is gewoon meteen raak. Onze eigen Autoweek circuit. De X1 helpt wel vrij veel. Ja, best wel, ja. Dat, meer dan ik verwacht had, ook eerlijk gezegd. Het is natuurlijk een beetje... Kijk, het is wel een mooie, voor een voorwiel aangedreven auto, een hele mooie balans, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Besturing is heel rustig en geeft veel vertrouwen. Kijk, je kan echt als een boerenidioot insturen en dan... Laat het zich niet gek maken. Zo, achter de stadsbus. Amen. Dit was Autoweek Live Drive, aflevering nummer 1. Bedankt voor het kijken. Ja, bedankt voor het kijken. De volgende. Adios, amigos. Zetten we deze natuurlijk eventjes